Kennen jullie een haas? Een schildpad? Wat is het snelste dier? De haas! Juist. Maar die haas vertelde het ook aan alle andere dieren in het bos, dat hij de rapste was. Toen de haas de schildpad tegenkwam, plaagde hij het dier. Jij bent de traagste van heel het bos. De schildpad vond het niet zo leuk en ging met de haas een weddenschap aan. De schildpad zei, een wedstrijd lopen om het eerst aan de open plek in het bos, naast de dikke eikenboom. De andere dieren vonden het een ongelijke strijd, maar ze bewonderden de schildpad voor haar durf en inzet. Het startsein werd gegeven. Zoals een pijl uit een boog schoot de haas vooruit. Terwijl de schildpad met veel moed en inspanning aan de wedstrijd begon. De andere dieren moedigden haar aan. Riepen ze. Maar dat ging niet zo gemakkelijk met die korte pootjes en het huisje dat de schildpad steeds meedraag. De haas dacht, ik win toch, waarom moet ik zo hard lopen? Hij ging langs de weg wat rusten en viel in slaap. Na een tijdje stapte de schildpad op haar eigen tempo voorbij de slapende haas. De haas lag rustig te snurken. De dieren vonden in het bos die aan de aankomst stonden, konden hun ogen niet geloven. Mevrouw de schildpad kwam als eerste over de streep. Zij werd door alle dieren toegejuicht. Door dat lawaai werd de haas wakker en rende naar de aankomst. Te laat. Hij trok zich stilletjes terug. Hij heeft nooit meer de schildpad en de andere dieren geplaagd. Nooit zei hij nog dat hij alleen het snelste dier van het bos was.